naar Hamburg. Welkom bij weer een aflevering van Leven als een Prof. U ziet het, ik ben in Hamburg, de training van HSV in volle gang. En de man die ik hebben moet staat er op rechts, Jeffrey Bruma. Hey! Oké, okay, goed. Sjaas, wie is hij dan, man? Jeffrey, wie is hij? Onze chef. Wat? Die de veld in de gaten houdt, het stadion, het parkeerplaats. Dat is hem. Mr. Brown. Goedendag, Mr. Brown. Dank je. Ja, dank je, Sjaas. Nou, lekker getraind of niet? Ja, stevig getraind. Kom op, nou wil ik even het stadion zien. Kijk hier, dat zijn allemaal oude boys dit, hè? Dat zijn oude boys. Jij weet niet eens wie dit is? Nee. Nee? Dat weet ik niet. Oeverzeeler. Dit is Manfred, Kans. Goed. Dit is Kevin Keegan. Dit is Mackie, dit is Keegan. Dit is het oude stadion. Oude stadion. Dit is 1988. Ja. Van Basten scoort in welk doel? Deze toch? Dus als je zo, ja, dan een dit goal. Maar het veld ligt nu? Het veld ligt nu zo. Toen lag het zo dus. Kan je het nog vinden, de plek dan, ja, van Marco? Uiteraard. Die ga je me aanwijzen uiteraard. Dan, hè? Ja. Ja. Gaan we doen. Ja. Spelerstunnel. Ah, ik zie het al. Ja. Dat is het Imtech Arena. Dat is weer zo'n stadion, hè? Hamburg Mooi, Stadion. Hè? Ja, stop. Hey, hoe oud ben jij nou, man? Ik ben 21. En kijk eens waar je in speelt, man. Ja, dat is super. Nou goed, waar hadden we het nou net over? Dat veld, zeg maar, het stadion was vroeger zo. Ja, een kwart gedraaid. Dus het ene doel was hier, ja. Zeg maar waar wij nu staan. Ja. En het andere doel is daar bij die Hamburgerweg. Precies. En Marco Precies heeft dus... daar gescoord. Gaan we daar even naartoe? Gaan we erheen? Ja, dan gaan we even lopen. Van Basten, wordt dit de beslissing? Ja! Ja! Marco van Basten! 2-1! Hier staat het doel, ja. Of hier of ja, daar. Hier was het goal, in principe. Het doel stond hier. Het doel stond hier. Dan is Marco waar? Dan begint, het begint natuurlijk bij Jan Wouters. Bij Wouters. Natuurlijk. Wouters. En Marco hier, glijden? Op zijn linkerbeen. En hup, de hoek in? De hoek van in. Van Basten, wordt dit de beslissing? Ja! Ja! Marco van Basten! 2-1! Vlak voor tijd! Marco van Basten! Het Volksparkstadion is van Oranje. Dit, Van Basten-terrein hier. Dat is heilig, ja. Marco van Basten's vierde doelpunt op dit Europees kampioenschap. Ik ben blij dat ik er nog even gestaan heb hier. Ja. Ja, en je was nog niet eens geboren bij die goal van Van Basten. Dat is volkomen juist, Harry. Ja, want je bent 19? 91. Ja, nou precies. 1991 geboren. Oh, hallo, hé. Is dit jouw auto? Het is mijn auto, ja. Engels auto. Ik heb wel wat auto's gezien, Jeffrey. Wat een coole auto, zeg. Goed gedaan, jongen. Top. Niks aan de hand. Eigenlijk kennen mensen jou niet zo goed. Dus doe maar even op die camera daar. Stel je, zeg maar even, ik ben Jeffrey Bruma. Ja, jij hebt helemaal nog nooit in Nederland gespeeld, Ik ben Jeffrey Bruma. Ja. Nooit in de Eredivisie gespeeld. Nee, precies. Misschien komt er verandering in. Juist. Komende zomer. Wat een rare carrière heb jij toch eigenlijk, joh? Ja, het is... We zitten wel heel vreemd in elkaar allemaal. Ja. Nee, want je zat in de jeugdopleiding bij Feyenoord, dan ga je naar het buitenland. Ja, klopt. En dan zien we je nooit meer terug. Dat is ook wat. Ja, maar Chelsea gespeeld natuurlijk, tot mijn 19e, dat is 4 jaar. Toen HSV. Chelsea is eigenaar van jou. Ja. Jij bent nu verhuurd aan HSV. Ja, 2 jaar op rij nu. Goed, maar wat wil Chelsea? Wil Chelsea dat je terugkomt? Chelsea wil me graag houden, ja. Die willen jou houden? Wil me graag houden. En wat wil HSV? HSV wil me ook graag houden. Die willen je ook houden. Nou, daar hebben we hier een probleem. Ik hoor een probleem, Jeffrey. Helemaal. Dus dan zou ik al Harry opbellen. Nou, dan zou je opbellen. Nou, luister, we moeten keuzes maken. Keuze, ja. Ja, en nu? Wat wil je het liefste? Waar zit je aan te denken? Mijn doel is gewoon 90 minuten spelen elke week. Bij HSV wordt het misschien lastig elke week te spelen. Ja. Als je verhuurd bent, sowieso. Als je koopt, is de kans dat je speelt is veel groter. Ja. Dus 21 jaar, nu moet de juiste keuze moet gemaakt worden. Ja, dat is waar. Carrièrewijs. Ja. Dat is nu dat is wel een belangrijke stap. Wat voor muziek draai je eigenlijk als je aan het draaien bent? Ja, een beetje R&B, hip-hop. Oh, hip-hop? Ik heb wel een nummertje voor je. Nou, laat maar even horen. Komt-ie. Dus, ben je klaar voor? Ja, altijd klaar voor hip-hop. Kijk, okay, oh. Ja, kom maar. Zeg maar, dat is een beetje een beat
Oh ja. Met je hoofd mee bewegen erop. Op de je moet met je hoofd mee dan? Op de beat. Oh zo. Zo ja. Goed. In en weer. Zoals jij doet. Ja. Dus heen en weer. Oh, je moet je nek zo uitsteken. Ja. Oh. Zo. Oh, zo. Precies zo, ja. Ja, ja zo? Ja, ja. Dat is goed. Oké. Okay. Ja, een beetje zo. Ja, een beetje harder. Kom op, een beetje harder. Is harder? Ja. Hup. Af en toe een beetje schreeuwen erbij. Oh, je moet slee, man. Dansen, ja, en een beetje duur doen, hè? Een beetje mee. Met je handjes, ja. Ja, handjes, ja. Handjes, handjes. Of handjes een beetje zo. Met je mee doen. Ik krijg last van mijn nek, man. Hé, hey, de groeten met je hiphop. Ik krijg last van mijn nek. Last van je nek, ja. Straks in Leven als een Prof is Jeffrey Bruma hoog nodig toe aan een nieuwe Twitterfoto. Het is nu al goed. Ik heb hem nog niet eens gemaakt. Even zo, waar gaan we nou heen? We gaan naar de garage toe. Wat is bij de garage? Wat moet je doen? Nou ja, mijn ruitenwissel is een beetje mank. Ruitenwissel mank? Ja, sinds een paar dagjes. Oké. Okay. Ruitenwissel? Wat is dat in het Duits? Ruitenwissel? Geen idee. Jeffrey? Ik heb geen idee. Ja, nou lekker dan. Ik heb geen idee. Dan komen we zo bij die garage en dan staan we allebei zo. Zo doen. Ja, die. Goedendag. Je gaat bij een probleem. Ja, dan weet ik nog steeds het woord niet hoor, voor die. Hoe heet dat nou? De wischer is kapot. Wat? Ja. Wie heet dat op Deutsch? Scheibenwischer. Die Scheibenwischer. Hoe? Ja. Hier. Scheibenwischer. De Scheibenwischer. Ja, schrijf het nou op, dan weet je dat in vervolg. Ja, de Scheibenwischer is een beetje de Scheibenwischer is kapot. Dat kook ik me gerne maar aan. Ja. Maar hoe zit dat nou met PSV eigenlijk? Want met de winterstop was er ineens contact. Ja, het was interesse van PSV. Ja. Dus mijn focus is nu basis van 100%. Ja. Einde van het seizoen. Ja. Alleen mijn huurbasis loopt af. Ja, wat gebeurt er dan? Wat doet Chelsea, wat doet HSV, wat doe ik? En wat doe je dan? Ja, het is moeilijk. Nee, ja, luister, mijn vraag was eigenlijk... Speelt PSV nog? Ga je naar PSV, ja of nee? Dat is zeker een optie. Het is een mooie optie. Oh. Dat neem ik in overweging. Aha. Eindhoven? Zou geen slechte zijn. Nee. Geen slechte keuze nemen. Nee. Hoe gaat hij nou? Und? Oh. Der eine Wischerarm war nicht richtig eingehakt. Wollen Sie noch mal ausprobieren, ob es funktioniert? Ja, klar. Nein. Nou, even proberen. En? Daar is hij. Oh, hij doet het weer. Dat was alles. Hij is gemaakt, dat was het. Dan moest ik dan helemaal voor mee. Ja, dat is belangrijk, Harry. Waarom moet ik mee naar dit soort onzin, man? Tjoe, jongen. Ja, weet je het woord daar nog? Nou? Cyberschimmer of zo. Cyber wat? Cyberwissen. Onthoud het nou. Cyberwissen, ja. Ja, dat is het dus. Cyberwissen. En nu, waar gaan we heen dan? Even langs de fashion, Barry. Oh, dat komt goed uit. Want ik heb jouw Twitterfoto gezien. Mijn Twitterfoto? Ja, en die is goed lelijk. Nou, Jeffrey, echt waar. Dat ziet wat dan? Nee, dat moet echt anders. Dat kunnen we daar even oplossen in die fanshop. Ben benieuwd. Ja. Ja, kijk, hier hangen de shirtjes volgens mij. Zou dit jouw maat zijn? Kijken. Oké. Okay. Ja, dan moet je die aantrekken. Ben je klaar nou? Heb je hem aan? Dat mag, ja. Nou, kom binnen. Hop, daar is hij dan. Wat wil je erbij hebben? Een leuk sjaaltje. Een sjaaltje? Dit is van alles en nog wat hier. Hamburger SV. Het moet verschrikkelijk HSV worden. Dus wat komt er nog bij dan? Een petje. Een petje? Hé, hey, maar wel overal die van de vaart, hè? Onze chef. Is Rafael de chef hier, ja? Ja, was, Die kijken allemaal spullen van Rafael hier, man. Mr. Hamburger, ja. Is het zo, ja? Een mooie warme pet heb ik. Is wel een goed petje. Ja, ja, goed petje. Lekker warm. Lekker warm petje. Dit is van die club ook. Ja, nou. Balletje erbij. Balletje erbij. En wat dacht je van die? Ja, zo top. Moet je kijken, man. Compleet. Ja. Waar is je telefoon? Ik ga nou een foto maken. Nou, kijk. Ja. Kijk, jongen. Nou. Nou, het is nu al goed. Ik heb hem nog niet eens gemaakt. Het is nou al in orde. Hier. Nou, let op. Blijf je zo kijken ook? Sorry, opnieuw. Kan er een lach? Dat moet wel met een smile. Dit is voor de Twitter. Oké, jongen. Doe nou. Nou, gaan we lachen dan? Ja. 1, 2, lach nu. Meer lachen gaat niet. Dat was hem. Meer lachen heb je niet? Nee. Jeffrey. Weet de prijs die ik heb? Nou, we gaan even kijken. Even kijken, wat vind je er zelf van? Oh, die is top. Die is top.
Is hij goed of wat? Zet hem gelijk op je Twitter, man. Ga ik erop. Kijk, dat bedoel ik nou. Die komt erop. Waar komt hij? Waar is hij? Laat even zien. Kijk, dat is HSV met een grote smilende man in het midden. Hé, 100 keer beter. Helemaal klaar. Oké, Harry. Hé, ik ga weg. Dat was leuk. Ik ga jou heel veel succes toewensen hier. En wij zien elkaar volgende week weer. Wel even als een prof. Dag. Tot ziens. Hoi. Volgende week is Harry in Wales bij Swansea Doel.